Hallo allemaal, ik wil graag vandaag met jullie iets anders doen. Ik wil graag vandaag met jullie een oefening doen. Jezelf eigenlijk een mini hoofdmassage geven, een soort hoofdmassage geven om te ontspannen. En we gaan het even proberen, we gaan het als een experiment benaderen om te kijken of dit iets is wat jij fijn vindt om in je eigen gereedschapskist van tools om jezelf te helpen te stoppen. Dus eigenlijk gaan we onszelf een mini hoofdmassage geven. En dat is natuurlijk ook een vorm van mediteren, maar dan anders. Een soort van mindfulness oefening is het eigenlijk eerder. Wat je als eerste wil doen is je handen even afschudden. Even je vingers eigenlijk op die manier losmaken. Daarna wil je in je handen wrijven alsof je handen aan het wassen bent zonder zeep en water. Je wil je handen vooral warm maken. Dat is wat je het liefste wilt nu. En dan ga je met een vlakke hand over je voorhoofd heen wrijven van links naar rechts en van rechts naar links. Gewoon met een dichte hand, met je vingers naar elkaar. En dan doe je om en om met je handen of net als ik met één hand, net wat je fijn vindt. En dan ga je met je vingertoppen ook van links naar rechts en van rechts naar links over je huid heen. Niet met je nagels, want je wil niet die scherpte daarvan. Je wil puur de druk van je vingertoppen voelen. Ik probeer heel je voorhoofd mee te nemen. Dus van slaap naar slaap eigenlijk. En dan ga je ook even van boven naar beneden. En van beneden naar boven heen en weer. Over je voorhoofd met je vingertoppen. En dan mag je wat meer omhoog gaan, dus over je hoofdhuid heen gaan. Probeer dat ook met je vingertoppen te blijven doen, minder met je nagels. En dan wrijf je dus eigenlijk met je vingertoppen over de bovenkant van je hoofd heen, van je voorhoofd naar je kruintje heen en weer. Probeer geen klitten te maken als je lange haren hebt. Dus zachtjes heen en weer. Het mag lange bewegingen zijn, mogen korte bewegingen zijn. Volg wat goed voelt. En dan mag je iets meer druk op je hoofdhuid uit gaan oefenen en zachtjes je hoofdhuid richting je ogen trekken. Dus op je hoofd, bovenop je hoofd, trek je als het ware zachtjes je huid naar voren toe. Alsof je een soort van wil gaan fronsen, maar dan zonder je wenkbrauwen op te trekken. En voel zelf hoeveel druk je wilt geven. Ik hou best wel van veel druk. Dus je vingers zet je ergens op je hoofdhuid en je trekt je huid naar zachtjes naar voren toe. Dan zet je hem een stukje verder en dan trek je weer naar voren toe. Dan ga je met je hand of handen naar de basis van je schedel bij je nek. Dus waar je schedel en je nek samenkomen. En daar masseer je zachtjes. Jezelf nooit pijn doen met dit soort dingen. Puur jezelf de hoeveelheid druk geven die fijn voelt. Er is geen specifieke plek waar je moet masseren. Gewoon ergens bij die schedelbasis. Even een beetje wrijven en kneden en duwen. En dan ga je met je vingertoppen over de achterkant van je hoofd. Weer vanaf je schedelbasis naar de bovenkant van je hoofd toe. Het mag ook van links naar rechts. Dus gewoon puur met je vingertoppen over je hoofdhuid heen. That's it. En dan van boven naar beneden. Je mag hele lange halen maken. Je mag ook hele korte bewegingen maken. Alsof je jezelf meer aan het krabbelen bent, maar dan zonder nagels. Volg je eigen ingevingen. Dat zijn de juiste. En dan mag je met beide handen de zijkant van je hoofd vastpakken. Dus je rechterhand ligt op de rechterkant van je hoofd. En je linkerhand ligt op de linkerkant van je hoofd. Dan zoek je even wat je fijn vindt. Wat meer naar je achterhoofd toe of iets meer naar je voorhoofd toe. Maakt niet uit waar, maar de zijkant is niet op je gezicht. En zachtjes duw je een beetje. Een klein beetje druk. Heel zachtjes. Gewoon iets druk.
En dan laat je weer los een seconde druk. En dan laat je weer los een halve seconde druk. En dan laat je weer los. En dan beweeg je even over de zijkant van je hoofd. Je zoekt even andere plekjes op. Zachtjes jezelf geen pijn doen. Alleen maar even een klein beetje zachte druk, een halve seconde tot een seconde lang. En loslaten voor een halve seconde lang. En dan pak je één hand en doe je dat ook op de bovenkant van je hoofd. Eerst op de achterkant van je hoofd, even zachtjes duwen, een halve seconde of korter. Loslaten, je hand iets verplaatsen, ander plekje op je hoofd zoeken. Weer even zachtjes duwen, loslaten. Even zachtjes duwen, loslaten. Even zachtjes duwen, loslaten. En dan leg je je handpalm op je voorhoofd en ook heel zachtjes duw je daar even. En je laat het weer los. Nou, dan beweeg je eventjes je hoofd, schud je handen even af. En wat je dan doet, is je handpalmen op je gezicht leggen, puur zoals het voor jou opkomt. Dus als je ogen ermee af wil dekken, is het goed. Als je handpalmen op je wangen wil leggen, is het goed. Als je je kin wil steunen, is het goed. En dan hou je jezelf gewoon even een paar seconden vast. Dat is het laatste bij deze oefening. Dus je handen op je gezicht leggen. Maakt niet uit waar, maakt niet uit hoe. Even jezelf vasthouden. Even doorademen. En vooral goed uitblazen. Nog 2 seconden. Zo ja, schud je handen nog 1 keer af. En wrijf je nog even in je handen. En is het helemaal goed. Dus wat is hierbij belangrijk? Goed over je voorhoofd wrijven. Je vingertoppen op je hoofd uitzetten, bovenop je hoofd. En je huid als het ware zachtjes naar voren trekken. Een kleine korte beweging of wat langer maakt ook niet uit. Zolang je maar niks forceert. Jezelf geen pijn doen. Die schedelbasis masseren. En dan ook weer met je vingertoppen over de achterkant van je hoofd. Over je hoofd uiteen bewegen. Als iemand het anders erbij doet, is het altijd net wat lekkerder. Maar voor jezelf is het ook fijn. Daarna even zachtjes druk op je hoofd geven. Aan de zijkant en aan de bovenkant. Korte druk, halve seconde en weer los. En dan een halve seconde los. En dan weer even een klein beetje druk. En dan even je gezicht vasthouden. That's it. Dat is onze mindfulness oefening en onze massage oefening voor deze week. Iets om te ontspannen, iets rustiger, je hoofd. Ja, tot rust te brengen, het jaar mee te beginnen in dit geval. En ik wens je een prachtige, mooie dag toe.